proficiat met de trofee. Wat waren de belangrijkste uitdagingen bij het ontwerp en de realisatie van de buitenkamer? En hoe heb je dat opgelost en heeft Verzinkt Staal daar een rol bij gespeeld? Wel, de grote uitdaging lag erin dat wij een perceel gekregen hebben dat eigenlijk te klein was voor het programma. In die zin dat wij niet op een klassieke manier een klassieke school konden bouwen met enerzijds een gebouw en anderzijds daarnaast speelplaatsen. Daar was de site gewoon te klein voor. Dus al heel snel in het ontwerp hebben wij moeten zoeken naar een manier om ook de buitenruimtes te gaan stapelen. Dus we hebben enerzijds het gebouw zelf compact en gestapeld gemaakt, maar we hebben hetzelfde moeten doen voor de buitenruimtes, de speelplaatsen. En zo kwamen we eigenlijk al heel snel bij staal uit om daar een lichte structuur te maken die ook transparant was, omdat we doorzicht naar buiten belangrijk vonden. En natuurlijk, dat heeft ook een kost om al die buitenruimtes op elkaar te gaan stapelen. Zo zijn we bij Verzinkt Staal uitgekomen om al die dingen te beheersen. Om het slank en licht te houden, maar om ook het budget binnen de perken te houden. De bouwtermijn enzovoort. Ik wil van jou graag eens weten, als engineer, hoe hebben jullie dit gebouw eigenlijk ontworpen en waar lagen de belangrijkste uitdagingen in de engineering? De grootste uitdaging zat hem eigenlijk in het feit dat het perceel iets te klein is voor het aantal speelplaatsen. Dus dat de speelplaatsen op elkaar moesten gestapeld worden. En om de transparantie eigenlijk te bekomen van een echte buitenspeelplaats, zijn we dan naar staalprofielen gegaan die dan de structuur maken van de speelplaats. Thibaut, goedemiddag. Goedemiddag. Jij vertegenwoordigt hier de staalbouwer, ja. De trotse staalbouwer mag ik vanuit gaan. Is dit iets wat je al vaker hebt gezien, zulke structuren? Om te verzinken dan? Om te verzinken? Nee, het is zeker een mooi project voor ons geweest. Om te verzinken is het moeilijker, omdat het lange kolommen zijn van 20 meter. Dus we hebben dan gekozen, of samen met de verzinkerij, bekeken om eigenlijk geen echte dubbeldip te doen, maar een keerdip. Om de overgang mooier te maken, ook in samenspraak met de architecten. Dus dat was op logistiek vlak dan iets moeilijker. Er werd gekozen om altijd de vrachtwagens op dezelfde manier te laden. Zodanig als dat toekwam bij de verzinkerij, dat die ook wisten hoe dat ze... Dus de handling altijd dezelfde eigenlijk is. Ja. Zodanig dat we geen fouten konden maken in, voor Grotterna op de werf te komen. Agnieszka, jij vertegenwoordigt hier SO Gent, de opdrachtgever. Wat is voor jullie nu eigenlijk het gevoel bij dit eindresultaat? En hoe past die school in het totale project van de Oude Dokken? We zijn heel tevreden met het eindresultaat. Het stadsgebouw past zich perfect binnen het project Oude Dokken. Het vormt even de aanvulling op het reeks van openbare domeinen die hier zich doorheen zullen afspelen. We hebben aan de ene kant van het stadsgebouw een marktpleintje. En aan de andere kant komt er een parkje. En middenin staat het stadsgebouw met een prachtige buitenspeelzone voor de kinderen. Ibe, vertel ons een keer, wat doe jij hier op school? Wat is jouw taak? Ik ben leerkracht en ik geef sport, dans en een stukje zorg hier op school. Ja. Vertel een keer, wat vinden de gasten eigenlijk van de school en die buitenplaats? Wat vinden ze ervan? Wat wij weten is dat de gasten het fantastisch vinden. Aan de buitenkant lijkt het op een kooi, maar van binnen voelen ze zich heel vrij. En ze hebben ook de keuze waar ze kunnen spelen. En die ruimte geeft hen wel de mogelijkheid om veel te bewegen en plezier te maken samen. Dus ze mag. Dus jullie zijn er tevreden mee? Wij ook, ja. Als leerkracht zijn het ook, zeker. We hebben zo ons overzicht en we kunnen onszelf een beetje verdelen. En het is heel fijn. Ja. Super, oké, dankjewel. Absoluut, graag gedaan.